Goedenavond bij Combo. Ja, vanavond is eigenlijk alles anders dan anders. Ten eerste wordt er niet gedanst vanavond, zoals ze dat bij andere combo-uitzendingen gewend zijn. Want we zijn vanavond in de Singer Concertzaal in Laren, waar dat nou eenmaal onmogelijk is. Bovendien hebben we niet een hele serie gasten vanavond, we hebben er maar één. En we zijn niet gekomen om te dansen, we zijn eigenlijk alleen gekomen om te kijken en te luisteren. Kijken en luisteren naar een beroemde Amerikaanse zanger, wiens naam eigenlijk helemaal geen nadere aanduiding behoeft. Roy Orbison. Welkom bij de verzameling, het nieuwe programma van Omroep 3ML. We zijn vandaag te gast in Gratum bij Wim Berden en die weet alles over Roy Orbison. Mijn naam is Marten Vlierop en ik neem me Ger mee om met hem te kallen. Oh, this feeling ain't right. There goes my baby. And there goes my heart. If you're lonely, a heart breaks, only the lonely. Ja, Wim, zitten we dan, hè? Ja. In het heiligdom van Wim Berden. En dan kijken we dan ook nog een keer naar, naar die mooie hobby, Roy Orbison. Wie is het ooit begonnen? Ja, dat is al lang geleden. Dat is in 63, wie dat liedje in Dreams op de radio hoorde. Toen kreeg ik wel kippenvel en toen, ja. Ja, maar er horen meer liedjes ja, op de radio, dat weet ik wel, maar vrij vroeger, we was met 4 jongens en ik hoorde hartstikke toes. Ja. En vrij alleen in de radio, dus het werden toes aangezet. Maar toen kwam dat liedje erop en ik kreeg echt kippenvel van en niet. Gewoon die stem dat die ook wel gaat huren. Dus. Ja. En dan is ze zich daarin verdiepen. En dan denkt ze dat dat machine die eerste is, ze gaat er nog nooit van gehuurd. Want dan is ze terug en dan vindt ze nog meer en dan is ze weer naar de winkel. Ah, verder we zo iets zien en dan gaan we zo meteen nog even kallen. Aangeven waarom, dat is, ja, dat is moeilijk, wel hè? Moeilijk. Ja. Want, ja, dat is al wat ik probeer uit te leggen aan Anger ook die met het voor. Ja, er zijn meer mensen die goede liedjes maken, ook meer mensen die goed kunnen zingen. Ja. Maar dat moet ik van binnen raken en ik vind muziek dat is emotie en als ik dat van binnen raak, dan ja. En dat raak je mij heel erg, ja. Zeer duidelijk, je hebt een hele grote collectie hebt ze opgebouwd. Gaan we dadelijk even naar kijken. Ja. Wie deed ze dat vroeger? Want ja, per post of wie? Ja, vroeger. Internet hij is niet. Nee. Trouwens, voor wat voor tijd hebben we nu? Ja, 63, ja. Dat is dus eigenlijk, ja, toen hij zich aan internet en toen ging het ook, ja, die ging ze wel op een gegeven moment naar de platenwinkel, ja, die ging ze wel platenbeurzen bezoeken en zo gaan allemaal om je doet houden. Ja. Maar dat ging niet. En dan, dus je contacten links en rechts en dit en dit en dat en de mensen een beetje goed te wisselen. Maar dan blijft ze in de buurt? Dan blijft ze in de buurt, ja. Maar verder kent ze ook niet op dat moment. Dus. Ja. En later wie toen, maar dat is dan een juist stuk later wie het internet komt, ja, dan ging de wereld voor die open. Ja. En wanneer ging de wereld voor die open? En wie bedoelt ze? Wanneer wordt dat, dat de wereld voor ja, die wie het internet begon en toen ga ze, woord, kijk in het begin wordt gewoon, de cup zit pleitje, als een nieuw komt, cup zit weer, kunnen we weer een cup zit weer. Maar dat is allemaal Nederland eigenlijk. En die geest niet boeten die grens, kunt ze eigenlijk niet. Nee. En dat kunt je ook niet. Maar als ze dan, ja, dan geest ze zeker, oh, nou. En wanneer, voor wat voor een tijd kalt ze dan, als, toen ze echt over internet begon te communiceren over... Ja, dat is toch in 80 jaar ergens, hè. Dus dat ze daar echt, en toen dat pas opkwam eigenlijk, dan kreeg ze ook eBay en Marktplaats en zo, en allemaal, moest ze dingen op kids kopen, hè. Dus ja. Kost wel geld, maar ja, heel hoog, ik was geld. Dus, ja. Maar dat, maar vroeger ging dat allemaal niet en dan wordt men behelpen nu soms. En dan was er weer een nieuw liedje van een op de radio bijvoorbeeld. Ja.
En dan, ja, dan ben je zo direct dat het in de winkel vroeg, maar dan moest je even goed nog een week of twee wachten en zo. Die hij in het eerdere? Ja, die hij in het eerdere, ja. Nou, maar dat ging niet anders toch. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday. My friends, maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back.
met wie voor mensen zijn er eigenlijk in Nederland bezig met Roy Orbison? Wie echt dat doen? Bijvoorbeeld? Ja, dat zijn er. Ik denk dat ze onder de tuin moeten blijven. Dat zijn er niet zo geweldig veel. Maar ja, dat zijn wel. Maar die heeft ze ook al bekennen. En dat zijn best wel heb ik een paar goede vrienden bij. Wie Ad Zwart bijvoorbeeld. Dat is de man die ooit de Soundmix show heeft aan witte gedaan? Nee, wie de eerste keer de Soundmix show won, hoor. Hij heeft de Soundmix show gewonnen als Roy Orbison met Only the Lonely. Ja. Maar wordt het voor dicht niet een puntje zes? Ja, maar dat ligt hem te imiteren. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee, maar het is ook weer, duidt ook weer bijdragen aan een beetje ja, interesse en populariteit. Ik bedoel, ja. Moest toch dus alles, dat mag van dicht? Ja, dat mag van mij. Ja. Maar sommigen, het moet niet te veel weer. Want, iedereen die in een zonnebril op zit, weet maar dat er dan nog kan doen. Maar voor de zonnebril hebben, hoe hij er eigenlijk voor op? Wordt het blind? Of? Nee, dat wordt niet blind, maar ja, wie het vooral geeft, is een keer hij er zien de gewone bril in vliegtuig laten liggen. Ja. En toen hij er geen langer mee bezig en toen moet je er maar eens optreden, heeft er zich de zonnebril toen maar opgezet. Dat wordt dus ook niet een echte zon, maar gewoon met geslepen glazen en zo. Ja, ja. En ja, die heeft er toen maar opgegooid, maar volgens mij is het gewoon een ja, image creëren of zeg dat. Dus ik denk niet dat er dat, misschien heeft dat wel bewust gedaan. Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt een ontzettend grote collectie, je hebt het dan over de muziek, maar ook over de spullen die ze door het jaar, door de jaren hebben verzameld. Wie hield ze dat allemaal wel, ja, dat ze dan nog een beetje kunt lezen, dat ze nog witswassen hubs, wie doet ze dat? Nou, het begin eigenlijk dus, wist ik nog wel hoe met de kop, wie het voor. Maar op een gegeven moment, ja, als ze dan nog een beurs geeft of zo, ja, dan denk je, dan heb ik het of heb ik het niet. Ja. En het geeft zich toch een verschillende persingen, dus eigenlijk Nederland, Duitse persing, Engelse persing. En heb ze dan een bulk bij de geworden? Dan heb ik een bulk bij me gehouden, dat heb ik me samengesteld. Ik heb dus al mijn singles gescand. Ja. En dan in dat bulk heb ik dus ook het labelnummer en het plaat van de platenfirma. Maar ik heb ook een eigen nummer gegeven. Dus en dat heb ik allemaal opgeslagen in de computer. En ik hoop dus maar, hij is daar gewoon, nou, ik hoop dat ik dat boek mogen aan te nemen. En ik hoop dat te kijken in de weinigheid of ik hem heb of niet. Ja, ik heb een foto bij en plus een nummer en mijn eigen nummer en een lijntje worden vanaf kent. Wie gelukkig bussen dan als ze daar weer het nieuws vindt van? Dat ligt er een wat voor dat het is. Als het herpersing is in, dan geeft het nog wel. Maar even voor de duidelijkheid, wat is een herpersing? Herpersing, dat zijn nummers bijvoorbeeld. Pretty Woman is origineel uitgekomen in 64, zal ik maar zeggen. Yeah, yeah. En dat hebben ze later nog een keer in 72 met een andere achterkantje, met It's Over bijvoorbeeld uitgebracht. Ja, dat komt en dat is gewoon om dat nog een keer te kunnen kopen. Maar, dit, maar de originele uitvoering, dat vind ik wel de leukste dingen. Ja, ja. En ook de EP'tjes en zo, ja. Wie Dux heb ze Roy Orbison gezien? Ik kan mezelf voorstellen. Wat ik mezelf nog voor de geest kan houden, is de Black and White show. Maar meer heb ik eigenlijk niet van gezien. Want zullen ze wel meer hebben gezien, denk ik. Hè? Ik heb hem meer keren gezien, ja. Heb ze hem echt gezien? Ik heb hem echt gezien. Ik heb ook een foto samen met hem opstaan. Dus ja. Ik heb hem zeker gezien. Ja, ja. Eerst keer wel in 65 eigenlijk in Amsterdam. Concertgebouw. En, een promotieshow, wat wordt dat toen? Nee, dat wordt gewoon, dit is ook optreden opgenomen op televisie met Jos Brink van Avro's Combo. Dat is toen ook in die tijd gedaan. Ja, ja. Dus nee, dat wordt gewoon, hij heeft op verschillende plaatsen toen opgetreden. En daar ben ik hier geweest. Ja, dat wordt eigenlijk de eerste kennismaking van afstand, zal ik maar zeggen. Gewoon niet, wie vond ze dat? Ja, ik vond het, ik bedoel, de man die zong live ontzettend goed. Ik bedoel, hij had geen toestand nodig om die stem goed te laten klinken en zo. Dus hij klonk op het puur, ja. En hij klonk eigenlijk het net hetzelfde als op een plaat, zal ik maar zeggen, dat het zonder toestand met knup. Ja, toen hoorde het ook nog niet. Ja. Dus zag net van, ik weet niet waarom dat ik hem leuk vond. Nee, leuk vind ik toch. Nou, leuk vond ik het wel, maar waarom dat ze hem bewonderd staat. Ja. Puur. Ja, vind ik wel. Ook een hele aardige mens. Ja, heb je ooit met hem gekald? Ja, in 72 is toen dat concert geweest in Trebe voor de Amerikaanse en Britse militairen door. Dus, en daar mochten we eigenlijk hier zitten. Maar via Ad Zwart, hij wordt toen eigenlijk inmiddels zei hij
voorzitter geworden van een fanclub. Ja, ja, ja. Hij deed. En hij had toen keertjes via een of andere kapiteinsje, zand, weet ik veel, door. Heeft hij keertjes kunnen bemachtigen dat veerder van een fanclub moet binnenkosten. Ja. Dus dat wordt de afternoon performance. In Trebeek? In Trebeek wordt het, ja. En heb je daar nog foto's van? Ja, ik heb er foto's van en ik heb er ook nog zelfs beelden van op DVD staan. Oh, die wil ik wel even zien. Ja, dat wil ik even zien. Het zijn geweldige opnames. Ja, het zijn unieke opnames. Dus, en het is die show, ja, het is met filmcamera opgenomen. En we hebben daar 's middags staan te wachten tot. Er waren eerst nog problemen met die instrumenten, want hij kwam van Engeland naar. Naar Duitsland. Ja. En van Duitsland met de auto van Keulen kwam er dan naar Trebeek. Ja. Jij nog enorm op het auto aan de grens met die instrumenten. Dus het heeft langer geduurd voordat ze begonnen. En het wordt een middagvoorstelling. Dus vier mochten naar binnen, gelukkig. Nou, en dus een optreden vond je dus ja geweldig. En na het optreden heeft er nog de meute gedaan om van jongens, kom we gewoon even een hele wange. Hebben ze toen nog met hem gekald? We hebben toen. Ja, met een groep, hè? Nou, een groep met hem die kant, dus niet specifiek ik. Maar we kosten allemaal even vragen stellen. Ja. Wil ze nog wat toen gevraagd? Even ja, ik heb toen nog gevraagd van nou wat, omdat er toen een lange platenmaatschappij ging, voorsproken. Van heb ik toen gevraagd naar wat voor platenmaatschappij ging ze dan eigenlijk? Wil ze nog wat voor wat er ging doen? Ja, dat is toen Phonogram zag er toen, maar dat is volgens mij is er een van deze naar Mercury of zo. Ja, die MGM gezet en toen door, ja. Hij is de mogelijkheid om door binnen te komen, daar heeft hij met hem gekald. Ja. Ik heb toen ook met een LP gesigneerd. Toch? Toch. Ja. Veranderde toen voor zich de mens? Nee, alleen kreeg ze misschien een bevestiging van Wiedelwoer eigenlijk. Hier, ja, zelfs een beetje verlegen, een beetje. Ja, toch. Geen brani maken. Geen brani maken, nee. Hij zat ook gewoon tussen ons in. En, ja, ik kan me nog herinneren dat die orkestleden zaten aan de bar door ergens en veel zaten dan rondje om mij zo. Ja, die hoeft dat van handtekeningen op te zetten en zo. Maar dat was wel leuk, ja. Dus. En nee, heel gewoon eigenlijk. Ik zie het ook niet als, wie moet ik zeggen, ik zie het als een gewone mens. En dan, ja, en dan vind ik toch ook wel dat ik daar heel geloof. Niks, geen poes was. En als er geen gitaar in zijn eigen wist hij misschien nog niet waar met zijn hang moest blijven, zoals ik wil zeggen. Ja. Ja, oh, heel leuk, ja. Heb je die dingen van hem? Dat ze zei van, ja, dat heb ik, dat doe ik ook zo. Dat heb ik, dat doe ik ook zo. Qua karakter meestal, zo. Ja, dat moet was, hangen geboren. Ja, nee, heb je zelf nooit daarvan nodig? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Er zijn toen dingen die je aanspreken. Ja, natuurlijk. Maar ik denk ook dat ze, ja, in eerste instantie wordt de muziek natuurlijk, maar later ook tenminste achter de muziek. Dus, en hij heeft er ook wel met gemaakt, ja. Er is een hele verzameling hier. Ja. Heel lang opgespaard. Ja. Wat is het schoonste? Ik kan me voorstellen wat is nu, ja, dat is nu het schoonste wat ik ooit van hem gezien en gekocht heb. Nou, ik heb de singles vind ik eigenlijk het belangrijkste, zeg maar zeggen, wat ik verzamel. Ja. Bij die heb ik ook nog een oude plekbeuk natuurlijk met allemaal aan de voorzet. Ja. Maar voor die singles vond ik op een Roy Orbison net ene keer in 63 een Duitse single gemaakt. Duitsstalig? Duitsstalig gezongen. Ja, ja. Dus, en er zijn er eigenlijk niet veel van verkocht toen en ook niet veel van gemaakt. Misschien 200 of 300. Nou, daar heb ik. Wie komt ze eraan? Ja, daar heb ik. Daar heb ik van Ad Zwart heb ik dat toen overgenomen.
En die speelde op dat moment geen singles, dus, maar die is nu ook weer... Hij is weer terug in de singles. Hij is weer terug dus weer. Dus de spelers waren op de kop, ja. Dat er ding en nou, die heeft hem inmiddels ook weer terug hier, dus. Maar buiten dat is dat nog niet het bijzonderste. Ik heb van deze single ook nog het discjockey-exemplaar. Dus dat wil zeggen, dat zijn de exemplaren wat de platenfirma's vroeger naar de radiozender stuurden om te draaien, om te promoten. Hoe kun je ze dan zien? Nou, ik zal het niet wel even laten zien. Nee. Even bij allebei pakken. Ja. Ja, dit is dan de single wordt ontdekt. Zand van dat. Klinkt Duits. Is ook Duits. Is ook in Duits gezongen. Dat heeft er gelukkig maar één keer gedaan. Ja, ja. Wordt er niet zo goed in Duits? Nou, kijk, het is geen stem, maar volgens mij is het gewoon fonetisch. Ik ken geen Duits, nee. Nee. Dus, dus net, maar dat hebben er heel veel gedaan voor je. Dus. Connie Francis, Heidse, Polanke, iedereen zong ook leukste platen. Dat is wel publiek, hè? Ze is de dishhockey uitvoering. Dit is de dishhockey. Dit is de dishhockey. Moet je even gestrooid houden? Ja, dan moet ze even goed houden. Dit is het dan. Ja. Dan kan ze het zien aan. Dit is de originele wat je wil in de winkel. Ja. Dus met zwart label en. Ja. En dat is met wit label. En dat is het enige exemplaar wat er nog toe is opgedoken. Dit is, we doen hem heel veel in het douche. Ja. En kom maar. Doe het maar zelf even. Ja, ja. Ja die passie voor Roy, die gaat heel wiens. Heb ik tenminste gehoord, ik heb zelfs een boek gemaakt over Roy. Ja, ik heb een boek gemaakt, ja. Ik had wat viel dichter om een boek te maken? Dus. Nou, het kwam eigenlijk zo. Ik had allemaal die singles ingescand. Ja. Ik heb allemaal mijn plekbeuk ingescand op de computer. Ik denk dat materiaal, ja, en dan heb ze het ingescand. Wat ga je daar verder mee doen? Ja. En toen kwam ik met het idee van Roy Orbison. Dat is eigenlijk, ja, er zijn wel twee biografieën, maar het is niet zo geweldig. Ik denk, ik ga eens een boek maken. En dan, ja, niet voor iedereen, maar gewoon voor mijn ouders en vrienden en kennissen en zo. Dus, dat heb ik gedaan. Zal ik dit even laten kijken? Ja, dat is oké. We zijn hier om de vormuur. Nou, dit is het boek wat ik gemaakt heb. Roy Orbison, de single story. En je denkt dus ook, ja, single story, dat is singles verzamelen en dan is... Hoeveel pagina's? 224. Dat ziet er geweldig goed. Ja. Ik heb nog een veel lezen gedaan. Dus, heb zelfs krantenartikelen erin gedaan? Ik heb voornamelijk krantenartikelen. Ik heb dus de singles op volgorde van uitbrengen, zou ik maar zeggen. En dan Dobby de foto's die zo goed uitliet. Dobby de muziekbladenartikelen of krantenartikelen. Ja. Bijgezocht in die periode ook wel op volgorde gedaan. Dus het is best wel een hoop werk geweest, ja. Dit is zelf al een collectors item. Ja, dat zou ik kunnen zeggen. En, ja. Ik weet niet, ik heb het dus ook gemaakt voor mijn Orbison vrienden en kennissen. Er zijn nog mensen die niet Orbison fans zijn, zeg maar zeggen, die zich gekocht hebben, zeg maar zeggen. Want ik heb het tegen de kostprijs heb ik het gewoon gedaan. Ja, ja. En dat is al genoeg. Want de tiet is er de tiet heb ik niet gekregen. Apropos de tiet is dicht in die hobby steekt ze. Ja. Wieveel uur is dat per dag? Ja, dat hou ik nooit bij, maar het is, ja, dan zo zijn we gemiddelde moeten kunnen. Dus tussen de 1 en 2 uur om de dag. Dat is ook dag tussen veel langer. 2 uur per dag? 1 tot 2 uur per dag. Ja, ik kijk nooit op de klok. Dus, nee. Nee, het was nu gepensioneerd. Ja. Ja, futter. Futter, ja. En dan kun je er meer tiet aan besteden. Ja. En, ja. Ik kan het ook beter zien als dingen op eBay of Marktplaats te koop zijn. eBay heeft een poorde tiet, dat ze kunnen beheren op zo'n ding, dan dat begint het af te lopen. Ja. En als ze dan de weekend zijn, dan is het wel een beetje voordelig. Ja. Dus dat is
Dat wie wist veel dat het verkocht is. De afgelopen. Ja. Ja, het gaat soms hoog, maar... Ja. En soms ook wel hoog en ook niet, maar... Je kunt ze niet altijd onder goed komen. Nee, maar ik weet wel, ik ken het alles. Ik bedoel, ik heb mijn grenzen, dus... ik zeg van, nou, dit is genoeg, nu stop ik. Nou, bepaalde tijd en stopt zo'n ja, fanzine van Eemnes, dat wordt steeds minder en maar bij die? Nee. Dat geeft het niet op. Ja, waarom? Om ja, zo te stoppen. Zeg tegen ze. Ja, nou, hij bleef muziek maken. Ja. Nu niet meer natuurlijk, nee. Maar toen bleef hij gewoon muziek maken. Wel niet meer als in de frequentie wie dat toen had gedaan. Ja. Met ook wisselde van platenlevels en misschien had het ook niet meer zo nodig, dat weet ik niet. Maar dat komt toch regelmatig weer als je het nu doet. Ja. En ja, nou, dan blijf ze er toch mee bezig. En ja, waarom? Zeg maar eens waarom. Ik bedoel, het blijft zo'n. Het blijft zo'n, ja. En als je het gedraaid wordt op de radio, zei ze, wacht even, luister eens even wat hij gedraaid. Ja, dat ja. Heb ze nog steeds. Dat heb je nog steeds, ja. Ik vind het altijd schoon om nog een keer te kijken. Oh, wat heb ik die leedjes allemaal? En, ja. God weet wie dat. Ik vind het altijd gewoon als er weer eens een keer op de radio komt, dat er toch ja. Ja, een beetje aandacht aan besteed wordt. Ja, en dat vind ik dan leuk, ja. Kunst ik zeggen, wat voor een, zeg maar een nummer was die echt het schoonste vindt van wat er gemaakt heeft? Ja, I mean, ja. Als... Dat ligt een beetje aan die gemoedstoestand, ja, vind ik ja, altijd. Ja. En, we knew, hè? Ja, we knew, maar, ja, maar ja. Over, ja, ik vind eigenlijk, over het algemeen vind ik Blue by You, vind ik eigenlijk... Het schoonste nummer. Omdat die stem die net of die er doorheen geleid eigenlijk zeggen door het nummer, die, net of dat geen inspanning kost. Hmm. En dan natuurlijk in Dreams, dat vind ik, ja, dat is een nummer dat... Er zit je vrij of niks in, dat loopt van begin met een intro en dat loopt langzaam naar boven. En ja, zo, dat vind ik kolossaal knap gemaakt eigenlijk. Ja. Dus zelf geschreven, zelf gezongen. En, ja, daar zit geen refrein of niks in. Dat vind ik dus het knappe ervan. En even goed, moest ik voorstellen voor 63 dan. En de hitpraat komen en zo gaat. Dat is voor mij de hitpraat niet zo... Belangrijk, maar... Niet zo maatgevend, mag ik het zo. Nee. Ja. Ja, ik denk dat we van alles gehoord over die hobby, schuine streep passie, of zo ja. Gaan zeggen. Ik wens je nog heel veel succes ermee. Heel erg bedankt dat we even bij dicht in de kasten en in het archief mochten kijken. Ja. En voor uch, kijkers, als je er dingen hebt voor Wim, ik wil zeggen, nou, die kinderen misschien nog gebroken, of ik heb nog extra informatie hier voor Wim dan. Wij zorgen gewoon dat het ook kunt. Dus gewoon even info@3ml.nl. Dan zorgen wij dat het weer bij Wim Berden komt. En als je toen zelf een verzameling hebt, dan zeg ik van, nou, ik wil dat ook wel eens vertellen, wat ik heb. En ken dat. Wij komen gewoon weer op bezoek. En dat maakt niet goed, wanneer dat moet, wij doen het gewoon. Hetzelfde e-mailadres info@3ml.nl. Yeah. Now let's go on time.